Vandaag hebben we André Kastelijn te gast. En mijn naam is Rietje Barels. Vanuit het Kleinhandelsgebouw handelsgebouw in Sommersdijk is dit de huiskamer. Tot 27 oktober aanstaande is de tentoonstelling Vissers met oorringen nog te zien in de Toren van Goede Reden. André Kastelein is hier nauw bij betrokken. Ik ben ook blij dat u er bent, want dan kan ik u dingen vragen die ik nog niet weet. Nou, ik zou zeggen, blond maar los. <laughs> Zo is dat. Welkom hè. Dankjewel. Bent u, doordat u een stichting vertegenwoordigt, want het is een stichting hè. Het is stichting Goede Heidsche Gemeenschap. Ja. Ja. Bent u daardoor dan ook beroepsmatig betrokken bij deze tentoonstelling? Nee, niet beroepsmatig. Ik ben zelf uh, docent op de scholengemeenschap uh, Prins Maurits. En uh, dit is gewoon uh, hobby. Hobby, vrijwilligerswerk. Dit is dus vrijwilligerswerk. Ook. Maar het ja. wel leuk, denk ik. Al heel lang doe ik dat en ik vind het nog steeds heel erg leuk. Ja. 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 Welke stichting is het? Dat, dat noemde u net al. Het is de Stichting uh, Goedese Gemeenschap. Die is uh, ruim 40 jaar geleden uh, opgericht. Um, om ja, de belangen van uh, goede reden te beschermen zeg maar, uh, dus we bewaken ook een beetje het, uh, het stadsgezicht het. Het, en, en zeker het, het culturele gebeuren in. Uh, ze doen heel veel, hè? He? Uh, er wordt in goede reden heel veel uh, ja. georganiseerd. Er zijn ook vanuit uh, de Stichting Reden Gemeenschap weer andere stichtingen ontstaan, uh, Stichting uh, Carolion uh, Goede Reden bijvoorbeeld. Ook initiatief dat ontstaan is uit de, de Stichting Goedese Gemeenschap in de 70 jaren. Ja. En wat was nou het doel van deze tentoonstelling? Oké, okay, prachtige foto's of zo, daar kom ik zo nog op. Maar ze hebben er een doel mee. Het is niet gewoon mooie foto's. Er zal iets ja, mee bedoeld worden. Ja, we vonden het uh, goed om uh, zeg maar de, de Goedese vissers eens een keer uh, in de belangstelling uh, te plaatsen. En daarvoor hebben we Arjo van der Graaf uh, gevraagd, een professionele fotograaf. Ja om uh, schitterende portretten uh, te maken. Ik moet denken, die, uh, die Goereesje vissers, die zijn voor veel mensen eigenlijk onzichtbaar. Hè. Hoe komt dat dan? Waarin verschillen ze dan van anderen? Nou, kijk, ik ben s'middags om een uur of vier, half vijf klaar en dan ben ik thuis. En dan loop ik door goede reden. Maar een Goereesje visser, die uh, vertrekt uh, bij gunstige tij uh, in de nacht van zondag op, uh, op maandag, uh, zit dan uh, het grootste deel van de week op, uh, op zee. Oh, u bedoelt op die manier dat ze onzichtbaar zijn? Op die manier, zijn. ja. En nee, ik dacht in verhouding. Ze, nee, tot letter, letterlijk uh, voor de mensen onzichtbaar. Nee, ik dacht dat u bedoelde in verhouding tot andere vissers van andere dorpen zijn zij onzichtbaar. Nee, nee, nee. nee. Het geldt vissers, voor alle vissers. Vissers in het algemeen. Maar ja, ja goed. goed. Wij Zien waardigen de belangen, zeg maar in dit geval van de vissers van de, de gemeente, goede reden. En uh, ja, die vissers, nogmaals, die, die worden. Uh, die komen allerlei problemen de laatste jaren in hun werk tegen. En die worden geconfronteerd met uh, de cotering bijvoorbeeld. Ja. Dat is natuurlijk een, een punt. Nou, u heeft ongetwijfeld gelezen dat de, de pulsvisserij. Zeker. Uh, nou uh, en of. Of het wordt. vechten van een boot uh, vlakbij bij, bij, bij Frankrijk in dat water, dat ze elkaar te lijf gaan bij. Ja, maar dat was tussen Engelsen en, uh, en Fransen. Dat ja, maar goed, ze uh, komen het. voor hetzelfde geld waren wij het geweest ja. de, de Goerese vissers. Ja. Of vis je die niet in dat gebied? Ja, die zitten ook wel in dat gebied, maar die hebben nog geen botsingen gehad met, nee, de, uh, met de Franse vissers. Maar nee. de pulsvisserij, ja. uh, daarnaast heb je natuurlijk allerlei eisen die uh, gesteld worden. Uh, de bijvangst moet aan boord worden gehouden. Ja. Um, hier en daar heb je actiegroepen die grote keien in de Noordzee storten, omdat uh, ze niet willen dat er in bepaalde gebieden gevist wordt. Ja, ik ook je gehoord. krijgt uh, de windmolenparken die uh, op verschillende ja, waarhoor, plaatsen gaan, waardoor uh, ze verschijnen. Ook ja? En ze worden natuurlijk, uh, ja, het is altijd een heel vrij beroep geweest, maar ze worden natuurlijk uh, bedolven Aan onder een uh, regelgeving. En we zeiden, nou, het was aardig om uh, de vissers uh, extra aandacht uh, maar te Ja, geven. dan kun je zeggen, we gaan ze extra aandacht geven. We organiseren een leuke avond en dan nodigen we al die vissers uit. Maar jullie hebben besloten om er een prachtige tentoonstelling van te maken. Ja, ja. Waarom dan? Wie komt dan op het idee van laten we bijzondere foto's van die mannen maken? Nou, dat is eigenlijk ontstaan door uh, Carolien uh, Melissant, die heel actief is op uh, visserijgebied. Zij is ook getrouwd met een, uh, een visser en zij is uh, actief in allerlei organisaties die uh, de visserij uh, promoten. Zij heeft met mij uh, contact opgenomen van uh, kunnen we niet op een of andere manier de vissers uh, promoten? Ja, en al brainstormend is daar uh, deze gedachte uitgekomen om uh, tot een uh, fototentoonstelling uh, te maar komen. Maar met een speciaal doel, want het gaat dus om, het heet Vissers met oorringen. Ja, we Dus de oorringen leuk. moesten echt in beeld komen. De oorringen, ja, moesten in beeld komen. We hebben uh, een tiental vissers uh, gevraagd die oorringen dragen om uh, te poseren bij, uh, bij Arjo van der Graaf. En we vonden het leukst om dat te doen. Uh, als ze zeg maar, vers van, uh, van boord komen. Ja, vermoeide dus, gezichten. Uh, vermoeide gezichten. Ze hebben zich gewoon uh, direct als ze van boord kwamen. op vrijdag uh, zijn ze naar uh, de studio uh, gereden van, uh, van Arjo. En hebben ze zich laten portretteren. Dus uh, ongeschoren en hier en daar met een, uh, een wal onder de ogen. En met de oorringen uh, in. Ja. Ja, maar ik dacht ook: zou het ook het idee zijn van mensen zoals ik? Ik had er geen idee van toen ik het las. dacht ik: oh, wat bijzonder! Dat heb ik nooit geweten. Dat die oorringen met een bepaald doel ook gedragen werden. En ja. was het dan ook het idee van op deze manier geven we ook gewoon aan alle mensen die komen meer bekendheid? Ja, um, we wilden sowieso de visserij uh, meer aandacht geven. En die oorringen, die hebben natuurlijk een, een speciale geschiedenis. Uh, de vissers droegen al heel vroeg uh, oorringen in, uh, in Nederland. En daarvan wordt gezegd dat als er onverhoopt uh, een visser overboord sloeg of als een heel visserschip verging, wat toch, dat weten we ook uit de geschiedenis van, uh, van Middelharnis bijvoorbeeld, uh, als de bemanning verging, ja, dan uh, spoelde men soms aan op een uh, onbekend strand. En tegenwoordig kan je natuurlijk uh, met DNA-onderzoek ja. snel uh, determineren, ja. hebben we recent gezien, waar iemand uh, vandaan komt en wie iemand is, maar dat ging toen niet. Iemand was dan echt spoorloos. En als die aanspoelde op de Deense kust of waar ja. dan ook. dan werd gezegd dat aan. Uh, door die gouden oorringen. de begrafeniskosten van de visser. Nee, maar dan vraag ik me ook opgebracht het, konden worden. Ja, bijvoorbeeld. als een le soort levensverzekering. Ja. Voor de begrafenis. Maar ik denk ook, dacht ook. als het bijvoorbeeld. als ze iemand aanspoelde in Denemarken. hoe konden ze dan terugvinden? Waren daar gegevens over? Van Katwijk heeft dit. en, ze en, en weet ik het. Uh, die gedraagt die oorbellen, Middelharnis draagt dat. Hoe nee, wisten ze dat destijds? Die, uh, die oorbellen zijn volgens mij vrij uniform. Dat blijkt ook uit de oorbellen die we van diverse musea in Bruikleen hebben gekregen. We hebben ze uit Urk uh, gekregen, ook uit uh, Middelburg, ook uit het Streekmuseum van, uh, van Middelharnis. Je kon aan de hand van de oorbel niet echt determineren waar de visser vandaan oh, kwam. Maar dat was meer uh, te determineren. Uh, aan de hand van de trui die de visser uh, droeg. Hè, er zijn uh, de laatste jaren twee publicaties uh, verschenen over visserstruien. En, ja, uh, dat wist ik wel. Heeft van verschillende kabels onderzoek naar gedaan. Uh, Katwijk uh, had een andere visserstrui dan uh, de vissers in, in Arnhemuiden of in, uh, in Ouddorp, ja. bijvoorbeeld. Ja. Dus je kon in Nederland kon je wel zien waar een visser vandaan kwam. Maar of die nou ja. kennis zich ook in het buitenland uitstrekte, dat betwijfel ik. Nee dat, dat, nee, dat denk ik dan niet, ja. want dan denk ik van hoeveel motiefjes kun je verzinnen. Ja. Hè? Dus er zullen ongetwijfeld in andere landen zeelui geweest zijn met dezelfde motiefjes. Die portretten die gemaakt zijn, groot hè? Ja, meter bij een meter. Elke foto is in, uh, in vierkante meter. Ja. Maar het ja. is met een speciaal D gedaan. Ja. Uh, Want het lijkt, kijk, het lijkt dus... Als, dat is met hem ook, hè. Met die foto, als je kijkt, op elke foto, ze kijken je aan. Ja. Waar je ook staat, of je nou daar gaat staan, of hier, ja, maar ze dat volgen is, je. Dat is bepaald do door de standpuntkeuze die, die Arjo gekozen heeft. Hè, de, de standpunten van, van, de, van de vissers. Um, en verder heeft hij het op heel mooi materiaal afgedrukt, er zit een, een zachte glans zit erin. Bij alle foto's is de oorbel heel subtiel wat voorzichtig uh, aangelicht. En de foto's zijn allemaal afgedrukt op uh, aluminium uh, plaat. En dat maakt, en, dat is en dat maakt toch wel, een, uh, dat geeft een speciale structuur ook aan uh, de achtergrond. Ja. Dus het is een, uh, een kostbare geschiedenis. dit is toch een. Uh ja, maar als je het nou een keer doet, dan mag het ook mooi Een zijn tentoonstelling ook, die uh, de stichting toch wel enkele duizenden euro's heeft uh, gekost. Ja. Maar we hebben absoluut waar voor ons geld uh, gekregen. Ja. ja, nee, en dan denk ik, als je ja. een gewone foto's ophangt, dit is natuurlijk echt ja, iets zo bijzonder. Dit, dit is zo mee. mooi. Ja, ja. We krijgen ook heel uh, positieve reacties, zowel van de vissers. Die waren erbij bij de opening. Die zijn he, bij de opening allemaal uh, uitgenodigd. Zagen ja, ze toen de foto's voor het eerst? Je ziet dan de. Toen zagen ze de foto's voor het eerst. Ja. En dan zie je bij die vissers enige genen toch. He, normaal ze, ze zijn vaak uh, op de achtergrond, maar die, die vrouwen waren veelal zo trots als een pauw natuurlijk. En, uh, maar ja, het waren er tien. Het waren er echt tien. Ja. ja, tien. Maar er ja. waren natuurlijk veel meer vissers. Er zijn veel meer vissers natuurlijk, maar niet alle is vissers. Is er geloofd? Is er waarom werden deze? Nee, nee, of wilden nee, die ik, niet? Uh, er zijn specifiek uh, tien vissers uh, uitgezocht die oorringen dragen, want lang niet alle vissers dragen oorringen. Het zijn vooral de oudere vissers, uh, sorry, de jongere vissers die oorringen dragen. Nou, dus het, het, de oudere garde uh, draagt geen oorringen. Het is echt uh, nee, een graaasje onder de jongeren. Ja tegenwoordig, maar dat, 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 dat weet ik. Maar Vroeger, ik dacht namelijk ook dat vissers aan de kop van Goeree dat die ging oorringen hadden. Die had, dat was dus niet in de mode, ze hadden weinig contact. Klopt, klopt. Maar de jongelui, uh, ja? zowel van Oudorp, stellen Stellendam, de jonge vissers, die zijn oorringen gaan, uh, gaan dragen. Ja. En is daar een tijd voor geweest? Want momenteel is het dan heel erg in. Je hoort er niet bij als je geen ooring hebt, maar wat was dan, dus wanneer is dat dan, dan een beetje in zwang geraakt? We die weten dat die, uh, de oorringen zeg maar in, uh, in Nederland, uh, zover we na kunnen gaan, als, uh, dat kan je zien op, op de oudste foto's uh, van, uh, van vissers, dat al in het begin van de 19e eeuw de oorringen gedragen werden. Dat is bekend op illustraties, gravures die gemaakt zijn, later uh, op foto's. Maar op de kop van het eiland is het nooit echt een gebruik geweest. Dat is echt nee. iets van de laatste. Decennia, zeg maar. Maar niet zoals ik dus dacht, wat ik, wat ik in de informatie had gelezen, dat het weinig met de mode of weinig, weinig contacten had. Dat, dat had er dus niks mee te Wellicht maken. Wellicht had het daarmee te maken, maar dat is een beetje in, in nevelen gehuld. Er is nooit echt een goed onderzoek gedaan naar uh, de oorringen van, uh, van vissers. Maar dat betekent dus ook, wat ik dus dacht, van elk dorp, of elk ja, elk dorp heeft zijn eigen. Ooring specifiek, een gewoon ringetje nee, met dus een dus dingetje erin of zo. Nee. Dat was dus niet het nee. geval. Nee. Had dan de grootte te maken wel, maar had de schipper een grotere ring dan de. Dan de, dan de weet ik nee, het niet. daarin is ook weinig verschil. Je hebt nog één bedrijf in Urk wat uh, de oorringen uh, vervaardigt en je kan dan kiezen uit verschillende oorringen. Um, maar het is ook mogelijk, en dat is wat luxer natuurlijk, om je eigen kotter af te ja, laten Ja, dat, dat is zo leuk. Dus ja. vaar je op de GO. Nou, vul maar een nummer in. Dan kan je ook een afbeelding van je kotter bij die juwelier uh, bezorgen. En die verzorgt dan uh, de kotter in, uh, in goud. En je hebt dan echt een, een kotter in je oor. Ja, een, heet ook het ook. een kotter die, uh, in je oor. Maar ja. er zijn ook vissers die, die, die een, uh, een schar aan hun oorbel hebben hangen, een, een, een visje. Hè. Maar ja, want het is die, die, die visserijschool die zit in Stellendam. Visserijschool zit in Stellendam. En het is momenteel, heb ik het begrepen, echt. Je hoort ja. erbij ja. als je een kotter in je oren hebt. Ja, zeker ook uh, jongelui op de visserijschool. Uh, Leuk ja, toch? Heeft, uh, natuurlijk die, die functie van uh, een begrafenisverzekering, die is natuurlijk al lang vervallen. Maar het is natuurlijk ook een teken van, uh, van uh, ja, trots zijn op, je, op je beroep. Laten ja. zien, heel duidelijk: laten zien wie je bent. Ik ben een visser en daar sta ik voor. En dan hoort zo'n oorring nou, daar Vindt wel heel vind ik ook wel heel uh, leuk. Vindt ja. ook wel heel ja. leuk. Ja. Vanuit de musea in Vlaardingen, Katwijk en het Zeeuws Museum in Middelburg... hebben jullie historische oorringen in bruik ja. meegekregen. Ja. Maar ook van het Streekmuseum in Sommelsdijk. Ja. Hebben die dan allemaal, wat is daar bijzonder aan? Is te herleiden uit welke tijd ze komen? Begin 1900 Nee, nee de meeste oorringen, je zou denken er zit wel een uh, goudmerk in of een uh, gildenmerk... Ja. He, waardoor je ze kan uh, determineren. Dat ontbreekt bij die oorringen. Het is waarschijnlijk toch altijd een uh, lokale juwelier geweest die op verzoek van een visser zo'n oorring uh, maakte. Maar het is niet zo dat je aan de hand van de oorring, dat zei ik net al, kan onderscheiden uit welke plaats de oorring nee. of de visser afkomstig is. Nee. Nee. En die Urkers, die, doen die het allemaal nog? Ja, in uh, Urk worden de, uh, wordt de oring nog uitbundiger gedragen dan in uh, de gemeente Goedereden. Ja. Echt Urkers, die uh, dragen allemaal wel een uh, kotter in hun oor. Die zeker de vissers, ja, nee, ik vind het ontzettend leuk. Het heeft, het heeft iets bijzonders. Het, 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 nou ja, het maakt je anders dan de ja. anderen. Die tien vissers waren dus aanwezig. Hebben jullie ze nou misschien voorzichtig gepolst? Ik kijk daar naar die manier. Hebben jullie eens voorzichtig gevraagd van uh, te zijn er tijd? Mogen die oorringen bij ons in de collectie of in het museum? Of, uh nou, kijk, die, die oorringen zijn eigenlijk uh, onlosmakelijk met een visser uh, verbonden. En ik kan me voorstellen dat uh, een visser er dermate aan gehecht is dat het zijn wens is dat zo'n oring uh, in de familie blijft. Maar ze uh, dragen er maar één? Ja, er zijn ook met twee oringen. Ja. Die dus in allebei de oren. Ja, ik kan me ook voorstellen oorlogen. dat ze denken: van, dan gaat het het museum in en dat blijft. Nou ja, ten alle tijden. Het, het ja. heeft ook iets ja. bijzonders. Het heeft iets bijzonders, maar uh, je ziet toch ook in de visserijwereld dat uh, het beroep vaak van vader op zoon gaat. En het is natuurlijk ook heel mooi. Dus de ooring ook van als vader je de ooring van pa erft, later. En die mag, uh, mag dragen. Dus oh, dat geeft toch wel een uh, extra dimensie. Nee, het is bijvoorbeeld ik. niet zo dat zo'n jong gozen, wat die komt van de zeeschool af, ja. de visserijschool? Dat er dan bijvoorbeeld bij zijn eerste reis wordt gezegd op papa en mam, want tegenwoordig hebben ze toch allemaal wat beter dan vroeger. Dat dan op papa en mam gezegd wordt: Je eerste oren krijgen van ons. Oh, dat zal best gebeuren. Er was een familie bij de opening, uh, waarvan de zoon op dat moment niet aanwezig kon zijn. Die had andere verplichtingen. Maar die zeiden dat uh, ze na de diplomering op de visserijschool ja. hem die kotter ja. hadden geschonken. Ja, dat lijkt me heel mooi. Ja, ja een mooi cadeau. Dat gebeurt dus. Is er bij jullie bekend. Wij hebben dan die traditie een beetje. Is er bekend of het wereldwijd, of er andere landen zijn die dit soort kenmerken hebben? Nee, dat weet ik niet. I, uh, ik denk dat elke uh, visserijplaats misschien wel een aantal kenmerken heeft: uh, het hoofddeksel, de trui, het soort kleding. Maar uh, of nou die oring een. een maar heel Europa omvattend uh, verschijnsel is, dat weet ik niet. Daar blijf ik echt het antwoord op schuldig. Ik ken alleen de situatie. In jullie hebben uh, ook niet nooit gedacht dat gaan we eens uitzoeken. We gaan nee, bijvoorbeeld we het museum in Royan gaan we schrijven. Nee, dat hebben we, nee, we hebben of echt uh, beperkt tot, uh, tot Nederland. Ja. Nee, ja, dat is voor jullie tentoonstelling. Maar ja. gewoon uit nieuwsgierigheid. Ja. Dat iemand nou, zegt van er zou best nog eens een vervolgonderzoek uh, plaats kunnen gaan, uh, gaan vinden. Maar we hebben al heel veel energie gestoken in uh, in deze tentoonstelling. Want het was helemaal niet zo makkelijk om uh, sowieso plaatsen te vinden waar die visserij, waar we die vissersoorringen nog in, in de depo, depot lagen. Um, en het was in depot? Die staan dus niet. Die zijn dus niet in de. Nee, depotersen. nee. In uh, Middelharnis lagen ze ook in het uh, depot. En in uh, Vlaardingen had men één stel in de vitrine en ook de andere in het uh, depot. Dus ook de bereidwilligheid om, uh, om uit te lenen hier en daar. Uh, die was niet zo uh, groot. Men, uh dat snap ik niet. Ik bedoel, nee. nou, als je ze nou mooi tentoon kunt stellen, ja. in plaats van dat ze in een depot ja. liggen, dan ziet niemand ja, ze. Maar, uh, ik begreep ook van, dat geldt niet voor Middelharnis hoor, voor het streekmuseum, maar een paar musea wisten ook niet precies waar ze waren. Dus uh, hier en daar uh, waren er ook wel eens wat problemen in het uh, vinden van spullen uit de collectie. Maar zijn er, bestaan er bijvoorbeeld lijsten van musea, visserijmusea? Ja, er is, Want dan is het een kwestie kunt, tegenwoordig je, van één mailtje. Als, als je even googelt, dan uh, vind je inderdaad zo'n lijst van uh, visserijmusea. Uh, ja, maar ja. denk ik, tegenwoordig is het dus blijkbaar een ja. koud kunstje om via één mailtje te sturen ja. naar al die dingen. Ja. Hebben jullie die dingen? Ja, maar men is, men is heel voorzichtig in het uh, geven van, uh, van bruiklenen. Uh, allerlei strenge eisen. Men uh, eist uiteraard dat de voorwerpen apart verzekerd worden. Uh, we kregen echt instructies van uh, deze ringetjes. Mm -hmm. Mogen niet met de hand aangeraakt worden, okay. geliefde met de handschoen. Je krijgt ze keurig op watten uh, aangereikt uh, Ze liggen achter glas? En ze worden die... niet via de post Beveiligd. verzonden, oh. ze moeten opgehaald oh. worden. Nou, wat best leuk is. Dus dat is natuurlijk best, uh, best leuk, maar ja. het zijn vrijwilligers die het moeten doen. En ook in het museum hebben we ook nog andere tentoonstellingen waar ook uh, veel tijd in gaat. En bovendien zijn we druk bezig om uh, de Oudorpsche vuurtoren uh, open te krijgen als Stichting Goede Gemeenschap. Als het nou lukt, hè? Ja. Denkt dan aan ons? Ik zal dan aan jullie denken. Maar het kan nog wel even duren, want we hebben nog best een paar hobbels uh, te nemen. Nee, maar voor, nog. dit is een prachtige tentoonstelling. Maar als u dan zegt van we gaan ook kijken naar die, uh, naar die uh, vuurtoren... Ja. Nou ja, ik wens u daar heel veel ja, succes bij. Het is bij. natuurlijk een uh, schitterende locatie om nee, maar Stel nou dat ze vuurtoren die vuurtoren, die stichting maken. van die vuurtoren dat, die, dat die dit programma gaat kijken en zegt van, oh dat is eigenlijk best leuk. Ja. Dan zouden ze misschien u ook meer gelegenheid geven om wat die bezoekers weet. toe te laten? Je weet ja, het nooit. De vuurtoren van Oudorp is uh, eigendom van uh, Rijkswaterstaat. Oh, dus dat, dan ligt dat weer ligt, even anders. Dat ligt weer even anders. Ja. Ligt even anders, ja. Ik dank u in ieder geval hartelijk voor uw bezoek. Okay, dank u wel. Voor alle informatie. Ik wens u nog een hele ja. leuke hele leuke weken. Want het ja. duurt nog een aantal weken? Ja, het duurt nog een aantal weken. Zeker met de herfstvakantie, nog uh, zijn ja. we volop uh, open. Ja. En uh, ja, ik hoop toch dat veel mensen komen kijken. Er zijn al heel veel mensen uh, geweest en uh, de reacties op de tentoonstelling zijn uh, zeer positief. Punt is nog natuurlijk, wat gaan we met de foto's doen als de tentoonstelling afgelopen is? Ja. Um, wellicht uh, gaan we de een foto's. De kleine versie, nou, dus naar de vissers. Die hebben de vissers ja. al gekregen. Oh, die, die hebben al, al, al een uh, cadeaumap map gekregen met allemaal tien uh, kleine oh, foto's. Okay. En ja, wellicht bieden we de grote foto's in eerste instantie aan hen uh, te kopen aan tegen een sterk uh, gereduceerde prijs. En hebben we, geen, hebben we geen Nederlands Nationaal Vismuseum of in Rotterdam dat, dat grote museum? Je hebt Kunnen natuurlijk je daar... het, uh, het Filmmuseum, ja, uh, Rotterdam. He? Rotterdam. Rotterdam. Het, nee, het, het Fotografiemuseum in Rotterdam. Ja, Rotterdam, vlakbij het Fotografiemuseum. Dat zit bij uh, Hotel uh, New York. We willen nog wel kijken of andere plaatsen wellicht ook geïnteresseerd zijn in deze tentoonstelling. Heel veel succes. Ik we foto's in Brooklyn krijgen. Afsluiten. Oké, okay. dank u wel. Dat was het voor deze week. En volgende week ben ik terug met andere gasten en een ander onderwerp. En als u thuis nu denkt: ik heb een activiteit, een hobby. of een onderwerp waarover ik graag eens met haar van gedachten wil wisselen. neem dan contact met ons op. Dat kan via huiskamergo.kpnplanet.nl. En deze uitzending is terug te zien via de lokale Zender Slogo. maar ook via Ziggo kanaal 36 en KPN-kanaal 1371. Daarnaast is deze uitzending altijd terug te zien via www.huiskamervanflakee.nl en via mijn eigen Facebookpagina. Graag tot de volgende week. Dag.